Hallo allemaal, ik ga nu mijn avondroutine opnemen. Ik krijg heel vaak de vraag waarom het ook belangrijk is om 's avonds je huid te reinigen voordat je naar bed gaat. En dat is omdat heel veel vrouwen toch wel dagelijks make-up dragen. Dat moet je natuurlijk 's avonds ervan afhalen. Ook als het goed is, draagt iedereen een SPF, dus een zonnefilterbescherming overdag, over hun dagcreme heen. Om je natuurlijk jezelf te beschermen voor de zon en UV-straling. Dat moet je natuurlijk allemaal afhalen. Er komt natuurlijk ook allemaal vuil van buitenaf op je gezicht. Je transpireert, noem maar op. Dus het is 's avonds net zo belangrijk om schoon te maken als 's ochtends. Ik heb natuurlijk twee lijnen in de salon. De blauwe lijn en de oranje lijn. De oranje lijn is de Skin Essentia. Daar zitten vooral vitamines in. Vitamine A, C, E en antioxidanten. Die is voor elke leeftijd, elke huidtype geschikt. Ga je meer op de huidveroudering werken, dus op de rimpeltjes, lijntjes, verstrakking, dan ga je op de blauwe lijn, de Youth Essentia. Ik ga dus vandaag laten zien wat ik zelf gebruik. Ik neem jullie even mee. We beginnen met de pre-cleansing olie. Deze gaat de make-up, de talg, SPF, alles losweken van de huid. Het is een olie, dus die masseer je goed in. Op de poriën, want daar gaat hij een reactie aan met de talg. Ik word altijd erg rood hoor, als ik mij al aanraak dan ga ik al. Masseer eventjes in en dan ga je hem met een beetje water ga je hem van die huid weer afhalen. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu de clay mask aanbrengen. Dat is een hydraterend en exfoliërend masker. Die mag je 2 keer per week doen. En bij Enviro maken we geen gebruik van de scrubs, van de scrubdeeltjes. We maken gebruik van milde exfoliatie op zuurbasis. En hier zit kaolin in. En die gaat de reactie aan met de pre-cleansing olie die ik hiervoor heb aangebracht. Dus als je dit 2 keer per week wil doen, dan moet je eerst de pre-cleansing olie aanbrengen, inmasseren op de huid. En dan de clay mask eroverheen. Nou, dit zorgt dus voor een snelle opfrisser, een exfoliatie en dat al je dode huidcellen worden verwijderd en de poriën schoon worden. Dus eigenlijk is dit een diepere reiniging dan dat je nog de pre-cleansing en de normale reiniging zou doen. Nou, zoals je ziet wordt hij steeds transparanter. Dus als de witte kleur helemaal weg is, dan mag je hem eraf spoelen. Neem ook lekker altijd de hals mee en zo ver je kan gaan. De producten van Enviro mogen ook altijd dicht bij de ogen, dus ook altijd lekker dat meenemen. Want daar beginnen ook de lijntjes. Veel mensen hebben ook altijd last hier van gerstekorrels. Dat is natuurlijk ook vochttekort. En omdat daar natuurlijk ook nooit geëxfolieerd wordt, omdat je met heel veel exfoliaties niet dicht bij je ogen mag. En dan mag dit wel. Oké, hij is nou helemaal ingetrokken. Zoals je ziet is het transparant geworden. Je hebt niet veel nodig, hè? Dus je doet hier wel heel lang mee ook. Nou gaan we hem weer wit maken met water. Dan komt hij los van de huid, gaat hij uit de poriën. Dus nou was je hem van de huid af. Dan heb je bijvoorbeeld wat ik dus ook heb op de neus, wat vergrote poriën of verstopte poriën. Dan doe je daar even wat langer in masseren. En bijvoorbeeld ook de kin. Dan is je huid goed nat. Dan pak je de cleansing. 2 pompjes. Ik heb hier trouwens de cleansing lotion, dus de milk. Ik heb ook heel veel klanten die gebruiken de cleansing gel. En dat is ook helemaal prima. Ik wissel het heel vaak af. Net waar ik zin in heb of waar mijn huid behoefte aan heeft. Maar het is belangrijk. De cleansing lotion is in gemak wat fijner, in ieder geval wat sneller aan te brengen. En de cleansing gel, die moet je dan 2 pompjes en dan met water
heel goed opschuimen, dat het echt een schuim wordt tussen je handen. En dan ga je hem lekker in die huid masseren. En schoonmaken. Dat hoeft met deze dus niet. Nou, ik had nu ook geen make-up op, of in ieder geval geen oogmake-up. Maar anders zou je eventueel met een oogmake-up remover daarvoor natuurlijk eerst even je ogen schoonmaken. En dan kan je daarna met de pre-cleansing olie en de kan je het er nog lekker even goed afkrijgen. Oké, even mijn huid gedroogd. Dan komt de moisturizing toner. Die gaat ervoor zorgen dat je pH-waarde wordt hersteld, dat je huid weer op goede pH is. Altijd gewoon lekker in je hand druppelen, niet op een wortje, want dat is zonde. En dat dep je gewoon lekker aan. Er zit ook lactaatzuur in, dus het verheldert je huid, het maakt je huid sterker. En vitamines, dus het is ook een hele lekkere, hydraterende, voedende toner. En die de huid ook voorbereidt voor de crème en voor de serum, serum en crème. Ik gebruik nu op het moment de colostrum gel. Dat is voor de rode plekjes. Ik reageer altijd wel wat gevoeliger. Ik heb ook een huidaandoening, dat is de rosacea. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken op de croproze. Alleen ik heb dan nog geen adertjes. Ik heb vooral een beetje die blush op mijn gezicht. En dus de gevoelige reactieve reacties. Dus vandaar dat ik de colostrum gel aanbreng voor de roodheid en voor het helende. Mijn huid die gaat daar ook sterker van worden, dus immuniteit. Wat ik wel doe is, ik ga hem mengen met mijn vitaminecrème, dus de Moisturize. En die breng ik overal aan. Dit doe ik 's ochtends en 's avonds. En een goede tip, doe dit nooit net voordat je gaat slapen, want dan ben je nog helemaal lekker aan het intrekken. En zou je dan gelijk op je kussensloop gaan liggen, dan gaan al je vitamines gaan in je kussensloop. Dus dat is heel zonde. Doe het dan liever 20 minuutjes voordat je naar bed gaat. Ik doe het meestal 's avonds rond een uur of 8, 9, ligt een beetje aan als ik niet werk. Dan doe ik het in de avond al iets eerder, dat het goed allemaal in kan trekken. En dus niet dat je met een vet koppie op je kussensloop gaat liggen. Nou, dit was mijn avondroutine. 'S Ochtends zou ik je achteraan dan nog de SPF aanbrengen om je vitamines te beschermen. En dan zeker heel belangrijk als je naar buiten gaat om even bij te smeren. Of eventueel met je UV-shield om te beschermen. Doei doei!